Het is 8 januari 2017. We zijn hier te gast in de businessclub van Landstede Basketbal. Voor de traditionele nabeschouwing van in dit geval de wedstrijd tussen ZZ Leiden en Landstede Basketbal. Er waren vanmiddag zo'n 850 toeschouwers in het topsportcentrum. En die zagen tussenstanden van 17-18. 35-40 door een onmogelijke bal van Thomas Koenis vanaf eigen helft. 51-55 en tenslotte in een 41 vierde kwart een 81-74 overwinning voor Landstede. Aangeschoven zoals gebruikelijk bij de coaches. De heer Paul van Vaak van ZZ Leiden en uiteraard Herman van der Belt van Landstede. Welkom. Coach van Vaak, de eerste ontmoeting in november was nog een 78-69 overwinning door in Leiden. Nu nog twee heel verschillende andere teams. Mag ik dus eigenlijk niet vergelijken, maar waar lag vanmiddag het verschil tussen beide teams? Maar ik denk dat als je de twee wedstrijden vergelijkt, de wedstrijd in Leiden, denk ik dat wij de structuur van Zwolle een beetje ontwricht hebben. Maar zij hebben dat nu langs de andere kant bij ons gedaan. En als ik zie dat zij vandaag 40 punten maken in de bucket, dat was bij ons niet. Zowel door rebounding als door die pick-and-rolls is daar slecht op gereageerd door de groep. En het andere beeld is, als ik naar de scouting alleen kijk, zij hebben 27 punten uit fastbreak en wij 13. Nu, ja, dat vind ik naar ons toe dan geen goed beeld. Wij hebben eigenlijk hetgeen dat we wel afnemen van hun, hebben we niet afgenomen. Dat is zo'n beetje. Het lijkt voor Leiden een controle over de wedstrijd voor drie kwart in ieder geval. Met wat ups en downs. En eens het vierde kwart zie je toch een ander Leiden, misschien wat iets ander Landstede. Wat zat hem dan het verschil in het vierde kwart? Ja, ik denk dat het wedstrijd was een beetje met op en neer gaan langs twee kanten. Ik denk dat Zwolle daar juiste beslissingen neemt op het einde. En wij minder. Ik vond de focus ook niet altijd 100%. Als je ziet dat zij de laatste 2 minuten, denk ik, twee shots missen en dan toch nog de bal er kunnen komen intypen. Dan heeft dat te maken weer met rebounding en boxing out. En ik heb dat een klein beetje gemist vandaag bij Leiden. De energie was niet 100% overal. Oké, dank u wel. Herman, gefeliciteerd met deze overwinning. De eerste mooie start van 2017. Wat vond jij van deze wedstrijd? Nou, allereerst dankjewel voor de felicitaties. En aan ieder die hier blij mee is, ook gefeliciteerd. De beste wensen voor 2017. Dan hebben we alle plichtplegingen gehad. En dan, in de tweede helft krijgen we 34 punten tegen. En ik denk dat dat de stijl is die we willen. En dat de verdediger op orde is. Dat is van ons wat slordig spelen. We begonnen met 9-0 achter en liepen eigenlijk wel wat achter de feiten aan. Zij scoren 5 punten uit situaties waarin wij nog fouten te geven hebben. Dus dat zijn wat mij betreft ook cadeautjes. Dan haal die 5 eraf. Jesse ziet nog 3 punten raak vanuit een rebound situatie uit vrijworpen. Nou, dat is 8. Nou, dan hebben ze 66 punten. Nou, en daar ben ik een tevreden mens. Dus er is nog werk aan de winkel voor 2017. Ik vond de tweede helft begonnen erop te lijken. De eerste helft vond ik ontslordig. Uiteindelijk prima overwinning. Goede bijdrage van mensen. Mike heeft 9 wedstrijden gemist. We zijn blij dat hij terug is. Dus ook in zijn periode op het veld prima. Keegan kwam van de bank vandaag. En die kan 3 punten schieten als lay-ups. Dus dat gebeurde nu ook. Daar hebben we ook wel langer op zitten wachten. Freek een goede bijdrage op Jesse. Dus ik ben tevreden. Je zegt nog werk aan de winkel. Welke aspecten zijn dat? Ja, en ik bedoel wat ik zeg, wanneer zij vrij worpen hebben, ze missen de tweede, maar pakken wel de rebound. Dat is al een doodzonde. We hebben fouten te geven. Zij de bal maar schiet daar raak. Terwijl je nog een fout te geven hebt. Dus je kunt ze ook de bal laten innemen aan de zijkant. Waardoor je nog wat tijd wint. Nou, die situaties die moeten eruit. Samenvattend, een tevreden coach? Dat had ik al gezegd. Dankjewel. In hoeverre is de coach van Leiden tevreden?
Als je verliest, ben je natuurlijk nooit tevreden. Maar ik denk ook dat we tegen sterke ploegen gespeeld hebben, zoals coach zegt. Ik denk dat wij twee ploegen zijn nog, die nog serieus progressie kunnen maken. En laat ons zeggen, nog een beetje serieus in de opbouw zijn. En ik denk dat dat is waar dat ook na verlieswedstrijd als coach je kunt en moet aan optrekken. Dat je zeker ziet dat je ploeg nog veel progressiemogelijkheden heeft en dat je nog niet aan je plafond bent. En ja, gewoon voortdoen. Dank u wel. Zijn er nog vragen van mensen bij en uit de businessclub? Dan was het verhaal duidelijk blijkbaar. De eerstvolgende thuiswedstrijd is volgende week alweer. Zondag 15 januari, 2:00. Dan tegen Apollo Amsterdam. Ik dank u voor uw aanwezigheid hier in de Business Club. Een prettige voortzetting van deze zondagmiddag. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats, maar dan tegen Amsterdam. Dank u wel. Goed.